Ik ga vertellen over het vak van politieagent zijn. Dat heb ik 31 jaar in Amsterdam mogen doen. Dus ik denk dat ik wel een paar verhalen te delen heb met ze. Maar ook hoe dat dan is gekomen. Want op welk moment koos ik er dan voor om bij de politie te gaan? Wij organiseren nu al een aantal jaar de kindercolleges. Dat doen we dus samen met Stichting IQ+. Hartstikke leuk. Er komen steeds meer kinderen op af. En het is gewoon een leuk extraatje. Hè? Dat is een stukje verdieping ook wat we de kinderen bieden hiermee. Dit jaar is het thema werken als. Dus we hebben al werken als wetenschapper gehad. Vandaag is dus werken bij de politie. 2 oktober is er een kindercollege over werken als archeoloog. Dat doen we met het archief samen. Dus het is ja echt... Het zijn enorme leuke middagen. Is het nodig om kinderen voor te lichten of te vertellen over het beroep? Nou, het voelt niet per se als mijn taak om kinderen naar de politie te halen. Maar ik vind het wel het mooiste vak van de wereld. Ik heb dat met altijd zoveel liefde en plezier gedaan. Het werken op straat met de mensen. Je kan zoveel betekenen voor mensen individueel. Ik heb nu nog steeds contact met mensen uit de tijd dat ik agent was. Want het is toch een bandje voor het leven met een aantal. Dus het vak is geweldig. En ik zeg wel eens, je gaat niet bij de politie voor het geld. Dat doe je ook niet in de zorg en ook niet in het onderwijs. Dat doe je omdat je hart daarnaar uitgaat. En omdat je dus maatschappelijk echt iets wilt neerzetten. Dus iedereen die twijfelt, zou ik zeggen, ga het maar doen. Maar ik vind het wel heel leuk om met de kinderen daarover in gesprek te gaan, ja.